Ja, Marcella, het is natuurlijk hartstikke vervelend dat je auto nu kapot is. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je even je elektronica checkt. Dus ik ga vandaag informatie inwinnen bij Leon van AC-tronics. Hey, hallo Stephanie. Mag ik zeggen dat je een ontzettend indrukwekkend pand hebt? Dankjewel. Er gebeurt hier echt van alles, maar wat gebeurt er eigenlijk? Hier worden elektronische auto-onderdelen gereviseerd. Ja? In een moderne auto zitten zo'n 50 control units. Mm. Een control unit, dat is een soort van computer die in de auto zit en die gaat af en toe kapot. Ja. En dat wordt hier professioneel gereviseerd. En even voor Marcelle, wat is het verschil tussen reviseren en repareren? Bij repareren vervang je alleen het onderdeel wat op dat moment kapot is. Ja. Reviseren gaat een hele slag verder. Bij reviseren wordt alles vervangen wat ook in de toekomst kapot kan gaan binnen in een control unit. Zodat je een levensduur hebt die gelijk is of beter dan een nieuw origineel product. Oké, nou ik zou wel eigenlijk even het proces willen zien, kan dat? Ja, tuurlijk. Laat ik je zien. Kijk maar even mee. Baby, we don't need no reason why. Alle producten die binnenkomen, die worden hier getest. Ja. De zogenaamde entry test. De entry test is heel belangrijk. De klant krijgt dan een bevestiging of het product daadwerkelijk kapot was. Veel producten die opgestuurd worden, die zijn eigenlijk niet kapot. Ongeveer 31%. En de klant wordt op dat moment geïnformeerd, de product is niet kapot. En daarmee wordt er voorkomen dat de klant onnodig veel geld in een nieuw onderdeel investeert. Dat is wel handig. Zo, dit ziet er wel heel high-tech uit. Jazeker. Hier worden de zogenaamde hybride units gereviseerd. Ja. Dit is een hybride unit. Er zitten allemaal hele mooie kleine aluminiumdraadjes op. Die worden ultrason vastgezet met deze machine. En binnen een paar minuten is dit deel van het revisieproces gereed. Ziet er wel echt lekker priegelig uit. Ja, je moet hier inderdaad wel gevoel en aanleg voor hebben om dit te kunnen doen. Ja, dat zou niks voor mij zijn. Ik zie hier echt ontzettend veel onderdelen staan. Alleen waar komen die onderdelen allemaal vandaan? Onderdelen komen uit een groot gedeelte van Europa. Mm-hmm. Per dag komen hier zo'n 350 onderdelen binnen. En die worden dan binnen 24 uur hier gereviseerd. En dan gaan ze weer terug naar de klanten. Kunnen alleen bedrijven dit afnemen of ook particulieren? Nee, dit is uitsluitend voor bedrijven. Particulieren kunnen hier niet kopen. Dat heeft ermee te maken dat ze de juiste diagnoseapparatuur missen. En daarnaast ook inhoudelijk de technische kennis vaak niet hebben om een goede diagnose te kunnen stellen. Ja. De producten, sensoren en testmachines worden ook door de research en development afdeling ontworpen en op maat geproduceerd. Daarbij zorgt de customer service voor het contact met de dealers uit verschillende landen. Als het product gereed is naar revisie, dan doen we de end-of-line test. Hier zie je een end-of-line test van een DSG6 van Volkswagen, automaatbak. Computer. Dit is een gecombineerde unit van hydrauliek met elektronica. Op het moment dat deze testkas aangeeft dat het product goed is, dan gaat hij terug naar de klant. Nou Marcella, ik hoop dat het voor jou een stuk duidelijker is. Voor mij in ieder geval wel. Mag ik het apparaat aanzetten? Natuurlijk, ga je gang. Dit knopje? Ja. Technologic.